Jos heeft niet veel te eisen. Ja, daar sta je dan. Ik stond wel eventjes in de rij, maar nu is het moment daar. Alle ogen staan op, niet op jou, maar op jou gericht. Hey, open Corsa, altijd open gek geweest? Ja. Is dat begonnen vroeger met een cadet, of hoe moet dat zien? Met de Corsa B. Met de Corsa B. Nu de Corsa C. Niet zo verkocht, denk ik, hè? Nee, was helemaal stampisch. Was het de 1,2? 1,2. Oh, je hebt een diesel. Kijk, wat zie je niet veel in jullie wereld, hè? Dus je rijdt niet denk ik ook dagelijks mee. Hey, ben je wel eens in België geweest bij Tuning Show? Ja, vorig jaar Zenith. Nee, man. Kom met Zenith echt auto. Nee, in België niet. Wat mij opviel bij mijn Belgische Tuners is dat er heel veel diesels zijn. En dat zie je daar heel veel. Leuk dat we ook nog een keer een diesel ertussen hebben. Ja, zeker. In België scheelt het diesel en benzine scheelt zoveel als heel veel mensen uit diesel rijden. Hey, is het pad gespoten? Helemaal pad gespoten. Ook de deurstijlen, alles meegenomen. Hey, mat blauw, zie je niet heel vaak. Mat zwart, mat grijs, mat groen zie je heel veel. Metallic. Wie? Ze hebben nog metallic. Het is een metallic mat kleur. Heb je die zelf met de kleurstaal uitgekozen? Is het omdat je binnen de kleding blauw was dat je denkt blauw is blauw? Ja, ik heb zelf de kleur uitgekozen. Hey, de wielen ook eronder. Ja. Schitterende mooie wielen. Net 2 weken oud. Dus ik heb heel veel plezier dat je hierheen kan rijden. Waar komt het dan? Om het dalen. En wat ligt? Ik ben Emmen. Emmen, dat is hier park. En ben je ook een auto die iedereen kent? Iedereen weet wie familie auto is? Ik sta wel op een Automax Forum. Je bent ook lid van het Automax Magazine. Dus ik krijg een meldje thuis gestuurd. Meteen even kijken wat er allemaal gebeurd is. Hey, interieur, wat heb je daar gedaan? De scooter is opgehaald in de sloot. En allemaal heel. Juist een beetje jouw houden. Doe je mee het beste met stereo of beste wheels? Beste wheels. Beste wheels. Ja, lijkt me logisch als ze er net onder zitten. Ze zijn nog helemaal mooi, geen schadestroppen. Hou ook zo, hè? Ja, is het mooi blijven, want het is zwaar en moeilijker erbij. Wel lekker in die cabrio zo, hè? Jongen. Je hebt weer echt ongelooflijk. Maar je had op die 206 min. Ja, hè? Die gele was dat, hè? Die afgepikt was, hè? Oh, dat doet me nog pijn als ik daar aan deed. Maar als ik nou weer met zo'n auto zie staan, dan ben je me lang weer vergeten, die 206, of niet? Nee, toch niet. Nee, tuurlijk niet. De oude van de club, ja. Met Libra. Ja. Met de auto? Ja, dat de auto. Of zou het de Focus Estate kunnen zijn? Gok op de Lamborghini. Wat denk jij? Lamborghini, hè? Ja, mooie kleur, dat is schitterend. Ja! Lamborghini, hè? Bijna wel, hè? Ja, dat is hem, hè? Ja, ik mag je de baas geven. Hey, Ferry. Leuk dat je er bent. Hij ziet er nog steeds heel erg mooi uit, hè? Ah, niet nog steeds. Hij is er wel nieuw opgespoord. Hij was toch al oranje, of niet? Ja, maar toen was er een andere ondergrond op. En nu is er echt een witte ondergrond op. Maar zie je nou ook echt verschil binnen? Ja, er zijn wel verschillen. En hoe zie je dat in de diepte, in de glans? Of? Ja, deze verkleurt veel meer naar groot. Als de zon er goed op staat, dan wordt hij meer groot. Maar dat past. Ik bedoel, als je auto op je gespoten om te zeggen, nou, ik doe het gewoon nog een keer. Het kwam eigenlijk zo dat een paar keer schade zou hadden, mensen tegen mij die ze hier een bug gepakt en inderdaad, ja, en dan elke keer beter spoten, kreeg gewoon kleurstil. Dus heb ik allemaal bij elkaar gelegd en gewoon nieuw gestoken. Zeker, dat is een boor en dat is deze winter gebeurd? Ja, is net een paar weken klaar. Oh. Hey, ik hoop dat je binnen hebt staan. Ja, hij komt binnen te staan. Nodig even niet, maar hij staat met een paar weken binnen.
moet dat eigenlijk wel. Op een gegeven moment dan gaat er zoveel geld in, tijd en emotie en alles in zitten. Ja, dat klopt. Ja. En heb je een vriendin? Nee. Ik val mij op dat heel veel auto-tuners geen vriendinnen hebben wanneer er gewoon geen tijd voor dat het ons is. Ik heb mijn auto, dat is mijn schatje. Dit is Corolla. Dat is Corolla, dat is iets niet even. Ja. Ik vind soms denk ook wel, ik kan beter een hond nemen dan een vriendin. Want hoe later je thuis komt, je vrouw die wordt steeds bozer, maar je hond wordt steeds blijer. Hetzelfde met je auto, ik ben blij als je daar een hele tijd weer terug komt. Hey, hoeveel ben je hiermee begonnen? Begonnen met een setje wielen? Met deze auto? Nee, die heb ik gewoon... Ja, hij was rood, heb ik gewoon zo gekocht, want ik had al onderdelen liggen en dergelijke. Mijn vorige auto die was ook natuurlijk wel aan, maar die heeft ze in de fik gestoken, dus daar was ik niet zo heel blij mee. Maar die hebben ze in de fik gestoken? Ja. Dus iemand heeft moedwillig jouw auto in de fik gezet? Ja, dat klopt, ik heb camerabeelden van, dus... Die jongen die moet je niet voor, voor je eigen auto zijn, misschien niet overrijden, maar... Die moet je niet voor een bus hebben, jongen. Nee, precies. Zijn die jongens wel gepakt? Nee. Wil je dan niet boezeling in je camerabeelden zetten? Ja, dat is politie, hè. Het is zo bizar soms in dit land, jongen. Ik vraag me alsof wat je moet doen om echt vast te komen te zitten. Hey, waar heb je iemand binnen wilt zitten, denk ik? Ja, ik heb toen ik 3 jaar geleden, zo lang is het alweer, heb ik een garage gehuurd. Daar staat hij dan wel in, maar ja, op een gegeven moment ging hij niet meer in en zo. En ja, de auto is weer wel mooi, dus voor de werk koop ik een andere auto en dan reed ik daarmee naar het werk en dan werd dat echt zo laat. Ja, op een gegeven moment heb ik de keuze laten maken en eruit moet staan. Ja, heel erg mooi. Je ziet ook niet heel veel Corolla's, hè, misschien. Nee, niet zo cool. Maar er was steeds wat meer, want er zijn wel wat bodykits voor gekomen en dergelijke. Ja, want dat is natuurlijk ook moeilijk, hè? Als je niet een auto neemt. Kijk, een Golf 3, met alle respect voor Golf 3. Dat is wel ook een grootje. Maar daar heb je legio dingen voor. En hier moet je toch wat meer gaan zoeken. eBay, dat soort dingen? Ja, in Amerika bepaalde dingen via Portbrug en zo. Ja, de bumpers die komen hier dan ook van Cops en zo vandaan. Toyota om te hebben of te zien. En daarnaast krijg je ook op een jaarabonnement van Automax Magazine er gewoon gratis bij. En wil je het Automax Magazine sowieso, hebben we nu een aanbieding, een jaarabonnement voor maar €25. En je krijgt er ook gratis DVD bij van TechRace. Dus vraag even hiernaast. Ook hebben we losse magazines, hè, voor maar €1, toch? Ze luistert ook niet naar me. Nee. €1 hebben we dus ook nog de losse magazines. Wat is je naam ook nu? Ben. Dat is wel mooi, hè? Ja. Ik wil even, ik weet, je wilt er waarschijnlijk niet aan denken, maar ik wil toch even zeggen, en je wilt het vergeten kleden, maar ooit had jij een 206, een gele, misschien dat sommige mensen het wel weten, met van die draak dingen op de zijkant, vleugeldeuren, hij was, volgens mij was het de hele auto, één deel leek het wel, alles was glas, geen naden, helemaal strak. En wat gebeurde er toen? Ja, die is met kerst afgebrand in onze loods. Samen met 7 andere auto's. Dus jullie hebben, want jouw vader is ook autogek. Jullie hebben een aantal auto's staan in een loods. En dat zijn behoorlijk omgebouwde auto's ook. Dat zijn unieke auto's. En dat is allemaal afgedekt. Klopt. En daar heb je echt even moeten janken, denk ik. Ja, letterlijk. Ja, letterlijk even gierlijk. Want het is gewoon... Ik denk het meest pijnlijke wat je kan... Mensen, ik denk dat je nog liever dat je huis was afgezet dan jouw auto. Verzekering. Ja. Hey, is dat moeilijk om zo'n soort auto te verzekeren? Wij hebben het natuurlijk wel doen. Je hebt hier een hele nieuwe auto. Nieuw model, fris model, open wiegen. Zie je nog niet heel veel te zien, hè? En dat is het leuke ervan. Het maakt het origineel. Het maakt denk ik ook heel moeilijk om een spullen voor te vinden. Ja, dat komt heel erg. Zaken op het met originele bumper alles, gewoon alles aanpassen. Het is gewoon echt vakwijk, gewoon met al. Ja. Hoeveel uur zit er al in deze auto? Ja, die auto een paar weken buiten gestaan, dus. Die zijn er even lekker druk mee geweest. Is je vader er overdag? Nee? Sinds dat gebeurd is, heb ik hem ook niet meer gezien, hè? Nee, ik kwam niet snel klaar, maar die heeft niet meer. Ik kan me op ergens kan ik me ook wel voorstellen dat hij er zo ziek van is. Wel leuk dat jij er in ieder geval nog bent. Hey, de lak, hoe laag is dit? Hoe laag is dit? Goeie vraag, ik heb eigenlijk geen idee. Hij is eigenlijk gewoon de kleur hebben wel gehouden. Hij is wel helemaal op de schuur, dat is een foto. Er ook meer flakes in, of niet? Flake ingekomen, ja. Zeker met het zonnetje met de dag van vandaag komt het natuurlijk super mooi uit. Nu
10 dagen is je rijden, denk ik, hè? Swing dat ze zo binnen. Ja, en zo is alleen voor de boodschap waarvan toe. De rest in het bedrijf. Ja, hey, onder de motorkap, dicht later erover. Ja, het origineel. Ja, het is wel netjes verder ook. Het hey, beste exterieur of beste wheels? Exterieur. Exterieur. Ah. Zit meer werk in je exterieur? Ja. Wat vind je nou zelf het mooiste? Wat vind je nou, dat zeg, hier ben ik het meeste trots op wat ik aan de auto heb gedaan? De achterkant. De achterkant, ja, die is ook wel heel erg dik natuurlijk. Even dicht op plaatje. Oh, kijk, 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 kijk. Ja, dit ziet er af uit, hè. Ik denk dat de mensen zijn die gewoon een achterkant niet eens zien dat het ook is. Echt kijken, wat is het voor auto? Wat is het inderdaad? Ja, gaaf hoor. Uitlaat is nog moeilijk om eronder te kijken. Dat is wel voor worstelen, ja. Maar ik denk ook wel, moet je zo uitkijken. Ook allemaal met de hand gedaan. Ja, de uitvaring met de hand eruit gehaald. De uitlaat was leefbaar in uitslag. Hey, je moet toch veel naar buiten. Ben je alleen in Nederland moet doen? Nederland kijkt in het standaard ook een keertje even kijken. Daar rijdt iedereen al mee, hè, als je gaat tunen. Ja, schitterend, hè. Is die al af van de buitenkant? Hij is niet meer strak, geen deurklinkjes er meer in. Ja, daar ben je wel van, hè. Je bent ook een beetje van, ga lekker strak. Ja, helemaal clean. Helemaal clean, geen grote sporen achteraf. Kijk de uitscheppen. Nee, dat hoeft mij ook niet. Ja, de vorige auto vol met braken en patronen. De vorige keer heb je echt een hele draak nu ga je nog iets op spuiten of heb je zoiets van ik hou hem lekker strak? Nee, hier komt niks op. Dit blijft gewoon sterk. Ja, ondertussen is hij ook nog, hoor ik net even, is hij ook nog bezig met oldtimers. De ijzervaren zijn gewoon allebei gewoon super handig, kan niet anders zeggen. En ja, het is gewoon mooi, werken jullie ook gewoon lekker in je eigen schuur of zo, muziekje aan, dat soort dingen? Ja, we hebben gewoon eigen loods. Oh, heerlijk. En een brug? Oh. Oh, dat lijkt me toch, dat is voor mij echt gewoon een droom gewoon. Je gaat je eigen brug hebben, je eigen ruimte, muziekje aan, heerlijk.